Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Thiel aan tafel. Wederom vanuit de sfeer voor Bellevue gaan wij hele leuke mensen ontvangen, Rini. Zeker, we praten onder andere met Karen van der Heijden. Zij is coördinator van het Huis van Thiel. Wat dat precies is, komt ze je vertellen in Thiel aan tafel. Natuurlijk hebben we de straatpraat. Ja, en we hebben natuurlijk ook ons bloemetje. Zeker, maar we beginnen met Kilke van Buren, een Thielse ster uit Engeland. Ja, of andersom. Het is maar net hoe je het ziet, hè? Ja, ja, dat is waar. Ja. Nou, jij bent... Engelse ster uit Tiel. Ja. Ja. Jij bent in Tiel even voor een bijzonder project. Ja, heel fijn eigenlijk. Ik kon twee vliegen in één klap slaan. De Agnietenhof heeft dit jaar voor de tweede keer het cultuurpodium geproduceerd. Hè? Of aangeboden eigenlijk, als deel van het Fruitcorso weekend. Ja, dat is een aantal weken geleden inmiddels. Maar wel, dat was succesvol, hè? Absoluut. En dat was de reden waarom ik eventjes naar Nederland kon komen. Omdat ik dat mocht presenteren, wat ik hartstikke leuk vond. En ik vind het hartstikke belangrijk en bijzonder om erbij betrokken te blijven bij Tiel. En bij vooral de culturele ontwikkeling van Tiel. En tegelijkertijd kon ik toen... de opbrengst van het boek Te Gek, met de columns van mijn vader, John van Buren, die in 2012 overleed, uitreiken aan Idem Dito. En voor mij was dat heel belangrijk, omdat ik had nooit verwacht, überhaupt, was helemaal niet de insteek om geld met het boek te verdienen. En was het fantastisch dat het verkocht werd en dat mensen het überhaupt wilden lezen. Tuurlijk. Maar ik vind het belangrijk om dat geld eigenlijk terug te geven op een of andere manier aan de Tielse culturele samenleving en dan vooral aan de jeugd, wat toch de toekomst is. Dat is gebeurd tijdens die zondag in het Kalverbos. Wij van Stads TV waren erbij en we gaan er nu even naar kijken. Wij hebben samen een boek uitgebracht, dat heet Te Gek. En dat is een verzameling van columns van John van Buren. En we hebben er heel, heel hard aan gewerkt. En het heugelijke feit is dat we een opbrengst hebben van een bepaald bedrag. En daar waren we heel blij mee, hè? Ja, daar waren we zeker blij mee. Maar het was niet mogelijk geweest als echt geweldig genoeg mensen aan meegewerkt had. Want daardoor konden we dus productiekosten drukken. Daardoor zijn heel veel boeken verkocht. En daarom is ook iets overgebleven. Absoluut, er is iets overgebleven. En voordat ik wij samen dat willen overhandigen, wil ik eerst heel erg vanuit de grond van mijn hart, van namens jou, namens Inge de Velde en iedereen die heeft meegewerkt aan dit boek, enorm bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. En wij hebben met elkaar bedacht dat het belangrijk is om de jeugd en de ontwikkeling daarvan te blijven stimuleren. Dus namens mij, namens Ella, namens iedereen die heeft meegewerkt, maar ook namens mijn vader, John van Buren, die helaas 2 jaar geleden is overleden, die met hart en ziel in Idem Dito werkte, willen we heel graag aan Idem Dito de opbrengst van Te Gek aanbieden. En het bedrag is €1500. Dat was heel indrukwekkend, dat was heel mooi en Idem Dito was er ontzettend blij mee, hè? Ja, ja. Ze hebben het geld ook hard nodig, hè? Ja. Voor de productie aan het einde van het jaar. Absoluut. En ze werken ontzettend hard en er werken zo verschrikkelijk veel mensen aan. En ik denk dat het voor iedereen helder is dat in deze tijden is het voor iedereen soms moeilijk. Hè, fondsen en subsidies, die worden ingekort. En ik vind het zo gaaf dat die productie gewoon doorgaat. En, het komt bij jouw vader vandaan, hè? Idem Dito. Onder andere, ja, absoluut. Ja. En hij werkte daar met zoveel passie aan. En niet alleen hij, hoor, echt met een team. Dat was echt teamwork. En dat vind ik ook heel belangrijk dat dat overkomt naar de kinderen toe. Weet je, dat je met een team met elkaar iets maakt. Of dat je nou op het podium wil staan later of niet. Maar mijn vader kan me nog zo goed herinneren. Eigenlijk nog tot in zijn laatste jaar dat hij had hij soms optredens gehad in heel grote theaters. En had hij 's middags ook een repetitie met Idem Dito gehad. En dan belde hij mij op. En dan vergat hij helemaal dat te vertellen van die optredens. Want dan moest hij even vertellen hoe een bepaald kind echt uit de, gewoon in één keer een zin wel kon zeggen of zingen. Dat ze eerder niet konden. Dat hij daar zoveel plezier van kreeg. En hij schreef daar met zoveel plezier voor. En
Ja. Het was ook wel weer heel heftig om die klanken te horen, hè, van zijn muziek met deze kinderen. Ja, want wat ik dus eigenlijk pas veel later ontdekte, voordat ik had bedacht dat ik de opbrengst aan Idem Vito wilde schenken, is dat ze muziek van John gebruiken dit jaar en voorstellen die hij geschreven heeft. En in de tijd dat hij die muziek schreef, woonde ik bij hem. Dus ik heb dat helemaal van het proces. Oh, leuk. Ja. Je kent iedere noot. Ja, nogal ja. En het kwam op dat moment kwam het me letterlijk en figuurlijk bijna mijn strot uit. Maar, nu natuurlijk dierbare herinneringen. Nou. Heel dicht bij mijn hart. En als ik die kinderen zo zag, dan dacht ik, oh, als je dat als ik had kunnen zien. En die energie. En weet je, het is ook belangrijk, want de plantage doet daar heel veel aan. Het acht niet te hoeven om een platform te bieden op dat moment. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Mooi dat de columns van John €1500 opgeleverd hebben voor Idem Dito. Ja. Dus dat cirkeltje in ieder geval weer rond. Ja. Jouw vader was natuurlijk uiterst talentvol op allerlei vlakken, maar jij ook. Ja, dat weet ik niet. Wij weten dat wel, Sari, hè? Ja. Jawel. Nee, ik kijk natuurlijk, als je het hebt over dat ik in theater werk en zo. En ja, dat klopt. Maar ik vind het woord talent altijd zo lastig. Omdat, talent is iets wat je goed kunt. Ja, maar een hele goede, precies. Maar een hele goede loodgieter heeft ook talent. Maar die krijgt nooit applaus en nooit een bloemetje, weet je. Dat klopt. Ja. Dat is een andere vak ook, hè? Ja, dat is zo. Maar ik heb dat heeft weinig te maken met gevoel, hè? Dat is gewoon een kunstje doen en klaar, laten we het zo maar zeggen, zonder die loodgieter te willen doen. Ik wou zeggen. Wat doe jij op dit moment? Want je woont in Londen, permanent. Ja, absoluut. Ik ben nu bezig, ik ben net begonnen met de repetities voor Thursford Christmas Spectacular. De naam zegt het eigenlijk al, is de grootste kerstspectakelshow van Engeland en Schotland en Ierland, van de UK bij elkaar. Mm-hmm. En dat is een heel grote cast met een heel groot orkest en allemaal heel veel toeters en bellen. En dat is in Engeland sowieso erg, of Engeland, UK, is dat heel erg traditioneel. Absoluut, hè? Dat die kerstproducties. Ja. Ja, en ook al hou je helemaal niet van theater, de hele iedereen gaat, dat is gewoon een must. Weet dus dat je is een mega-productie? Mega, ja. In Londen? Nee, het is iets buiten Londen. Het is in Thursford. Daar is Thursford ook heel beroemd om. En ze hebben daar een heel grote theater en dingen erbij waar je langs kan lopen. Ik heb geen idee, ik ben er nooit geweest. Ik heb er wel veel van gehoord, dus we zullen eens. Maar jij bent erbij dus? Ja. En ik ben net als aan het repeteren. Die repetities zijn maar liefst 6 weken, dus dat is best lang. En dan daarna, in het nieuwe jaar, dat doe ik weer iets heel anders. Dus wat tegenovergestelde. Doe ik een toneelstuk echt met 2 mensen, dus ikzelf en een man. Wow. Met liedjes erin. En dan toeren we door Engeland, door wat klein tot midschalige theaters. En dat is ook fantastisch. Ja, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Ja, begrijp je. Ik. Dus het is van alles een beetje wat voice-over werk. Ik ben een theaterschooltje aan het openen. Ik heb een klein productiekantoortje wat van start gaat. Dus ik hoef me niet te vervelen. Maar nee, je bent een bezig bijtje. En dat lukt dus ook gewoon. Zo doen, we doen, even afgelopen. Maar ja, en dat denk ik wel. Ik denk, ik heb wel geleerd van het afgelopen jaar ook. Het leven kan soms zo kort zijn. En ik denk, als je erbij neer gaat zitten, dan. Het is al moeilijk genoeg. En wat ik wel fijn vind, is ik ga proberen om voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen, dingen te blijven ondernemen en onderzoeken. En dan loop je een keer flink tegen de lamp. En dan super. Heel hard je hoofd stoten. Heel veel verdriet en ellende. En je bent er gewoon weer. Je staat op. Ja, opstaan, schouders eronder. En zoals mijn vader altijd zei tegen mij, loop en vergeet de blaren. En daar denk ik vaak aan. En zo voelt het wel. En zo is het ook natuurlijk. Ja, volgens mij is dat het leven. En dat is een kunstje waar we allemaal proberen zo goed mogelijk in te worden. En Mij van Stadse Wee, wij blijven jou volgen. En misschien hebben we binnenkort daar ook nog wel nieuws over. Wie weet. Precies. Ja, dan gaan we dat zo snel mogelijk natuurlijk vertellen. Zo is dat. Nou, heel, heel fijn dat jij even tijd voor ons vrij hebt gemaakt. Ik vind het om nog zijn. Ja, absoluut. Ja, ontzettend veel succes met de repetities en alle voorstellingen die eraan gaan komen. Dankjewel. En we houden contact, hè? Absoluut. Okay. Tot gauw. Dankjewel. In deze aflevering van Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Sari, wat is het onderwerp? Wat mist u in Tiel? Oh jee, daar vraag je me iets. Wat mis ik in Tiel? Ja, wel, een groentezaak. Vind ik heel jammer. Ja, dat is iets wat je hier in de winkelstraat wel mist. Groente en fruit. Ja, ja discotheek. Ja, discotheek, ja. Ja, zoiets, ja. Discotheek. Discotheek.
Nou, bepaalde winkels. Zoals Vormen Dreesman, CNA. En die zaten hier vroeger wel. En dat is altijd een gemis geweest wel. Dat mis ik nog altijd. En dan ga ik altijd nog voor naar Veenendaal. Dus dat zal er nog bij kunnen. Weet niet, niet echt. Ik woon niet in Tiel, dus ik ben ook niet zo vaak. We moeten nu werken. Dat zou ik nog niet weten. Ik wil nog even nadenken. Wat mis ik in Tiel? Gratis parkeren. Dat sowieso, maar verder, ik zou het eigenlijk echt niet weten. Zo. Wat ik hier mist, op het moment weinig. Ik vind het wel lopen in Tiel. Nou ja, ja, CNA, V&D. Dan moeten we speciaal naar Veenendaal af. En ik ben geen 18 meer, maar 31. En dan is het altijd wel een beetje moeilijk. Maar verder hebben ze de tieren wel aardig van elkaar. Iets wat we missen. Ik weet het wel. Meer speeltuinen. Nou, Primark. Ja, Primark. Ja, zeker weten. Ja, ja, dat vind ik ook. Maar ik denk dat er echt plek voor is of zo. Maar het zou wel leuk zijn. Of een Cool Cat of zo. Ja, wat winkels betreft. Want ik ga altijd naar Veenendaal voor de Cool Cat. Maar als die hier zou komen, dan hoef ik niet helemaal daar naartoe. Ik heb geen idee. Jij? Nee. We hebben eigenlijk alles waar wij altijd voor komen hier zo in de stad. Dus ik zou niet weten wat er nog moet komen hier zo. Tiel aan tafel, nu tijd voor de volgende gast. En dat is Karen van der Heijden. Karen, ik mag je zeggen. Ja, graag. Je bent coördinator van het Huis van Tiel, ja. Namens Zorgcentrum de Betuwe. Ja. Zorgcentra de Betuwe. In Tiel bekend van de... Het Huis Lingewaarde. Lingewaarde, precies. Wat is het Huis van Tiel? Dat is iets heel nieuws. We zijn dat in de stichting al verder aan het ontwikkelen. In Culemborg is het al een tijdje, al 2 jaar. Het is eigenlijk, ja, we proberen mensen van buiten naar binnen te krijgen. Mensen van buiten? Ja, en er hoeven geen echt oudere mensen te zijn van 85 plus of zo. Kunnen ook jongeren zijn. Maar we willen ons huis openstellen. Zodat er een beetje, ja, ik kan ook zeggen, reuring in het huis komt. En is dat ook voor de mensen die daar wonen? Ja, die kunnen ook gaan deelnemen aan activiteiten, ja. Oké, en de bedoeling is dat daar activiteiten plaats gaan vinden. En over wat voor soort activiteiten hebben we het dan? Wat de mensen zelf willen, wat de omgeving wil. Kijk, wij gaan geen dingen organiseren waar niemand behoefte aan heeft. Want het is eigenlijk de bedoeling dat mensen uit de buurt, uit de wijk, bij ons komen en zeggen, wij hebben zin in. Sjoelen. Ja. Ik noem maar wat. Ja, ja, dat is nou het meest simpele. Ja. Maar het kan van alles zijn. Praten. Ja, een gespreksgroep of ja, kan ook een breigroep zijn. Het kan een kaartclub zijn. En maakt niet nu uit. Draait dit al 2 jaar in Culemborg. Ja, en dat gaat heel goed. Ja, daar. En ja. Wat brengt dat daar? Nou, ik zal een voorbeeldje noemen uit Culemborg. Het is dan het verpleeghuis Beatrix. Ja. Zijn 2 jaar geleden begonnen met een breiclub. Hm. Ja, en dan kun je wel zeggen, wat is dat? En die zitten dan in een gemeenschappelijke ruimte, wat voor iedereen toegankelijk is. In het begin een heleboel gemoppen van, hey, ze pikken onze plaats in. Dat krijg je natuurlijk. Of van de bewoners. Ja, van de cliënten die daar intramuraal zitten. En ook familieleden worden boos. Maar na 2-3 maanden, dan zegt er een dochter, mijn moeder breit weer sinds 2 jaar. Ah, of sinds eigenlijk 3 jaar. Is dat breien een katalysator om precies, het gaat helemaal niet om het breien, maar nee. Om elkaar beter te leren kennen, samen dingen te doen. Het haalt mensen dus ook uit een sociaal isolement? Ja, en zeker. En vooral nou, wat je net ook hoorde van de WMO, al die veranderingen die eraan komen. We moeten de mensen, ja, die gaan anders thuis zitten verpieteren. En laten ze naar het zorgcentrum gaan, naar het huis. Ja, in Tiel is het Huis van Tiel. Ja, en dat team die dit gaat coördineren, dit gaat leiden, dat zijn mensen die werken op Lingewaarde? Ja, professionals, een paar, maar eerlijk is eerlijk, het grootste deel wordt door vrijwilligers gedaan. Oké, en hebben jullie daar al invulling ook voor? Ja, een klein stukje, maar we kunnen nog veel meer vrijwilligers gebruiken natuurlijk. Waar kunnen die terecht?
Beste Zorgcentra Lingewaarde, Huis van Tiel. Dan kunnen ze met jou contact opnemen. En dan kunnen ze met mij contact opnemen. Ook weer een voorbeeld van die zelfredzaamheid van die maatschappij. Ja, precies. Ja. Nou, goed initiatief. Ja, goed. En de bedoeling is natuurlijk dat het laagdrempelig is. En dat mensen elkaar daar ontmoeten. Ja. Wellicht leuke afspraken met elkaar kunnen maken. Ja. Zullen we samen gaan eten. Want je hoeft niet per se een activiteit te doen. Je kunt ook zoals om 10 uur binnenkomen een kopje koffie drinken. Ja, daar ontmoet je ook mensen. Ja, dat wilde ik vragen. Zijn daar tijdstippen aan verbonden dat het Huis van Tiel open is? Eigenlijk de hele dag. Het moet eigenlijk zeggen van... in de toekomst van 10 tot 8 sowieso open zijn. Okay. Karin, er zijn natuurlijk ook zaken die iets lastiger zijn dan alleen maar het organiseren van een activiteit. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, de vrijwilligers. We hebben echt meer vrijwilligers nodig. Want we willen lang open zijn. Mm-hmm. Niet 's ochtends 2 uurtjes en 's middags 2 uurtjes. Nee, precies. Maar dat mensen ook 's avonds een boterhammetje kunnen eten met elkaar. En die vrijwilligers, moeten die min of meer ook zeg maar professioneel werken? Of wat zoek je specifiek? Wat voor soort mensen kunnen zich op gaan geven als vrijwilliger? Die geduld hebben met toch over het algemeen de oudere cliënt. Ja. Maar aan scholingen zo wordt bij ons alles gedaan. Ze komen eigenlijk in een warm badje terecht. Ja. Lauw, maar we maken het warm. We maken het warm. Okay. Nee, zeg maar, bijvoorbeeld als wij vrijwilligers hebben die bij de maaltijden helpen, assisteren. Ja, gewoon iets heel simpels. Krijgen ze gewoon een scholing bij ons van slikproblemen of omgaan met dementie, noem maar op. Ja, alles kan wat dat betreft. Er zitten natuurlijk allerlei soorten mensen of die komen daar en dan moet je wel te zakenkundig zijn. Ja. Komen er ook onderwerpen aan bod die moeilijk liggen? En over wat voor dingen heb je het dan? Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei onderwerpen die zwaar zijn voor mensen. Dus dit is allemaal laagdrempelig. Zoelen, breien, maar ik kan me ook voorstellen dat... Ja, we kunnen ook gespreksgroepen hebben. Precies. Maar er zijn bij ons natuurlijk ook professionals in de stichting. En die kunnen zoiets ook begeleiden. Kun je daar iets over noemen? Bijvoorbeeld een geestelijk verzorger of zo. Of, of medewerkerswelzijn. Ja, die zijn toch ook geschoold. Precies. Ja. Die zijn er wel. En is dit de bedoeling dat het echt 7 dagen in de week ook gaat draaien? Dat willen we wel. Ja, ik pittig vind hoor. Maar ik vind het ook heel mooi. Ja, is heel pittig. Dat het inderdaad weer aan uurtjes gebonden zit. En zondag kan het niet. Terwijl zondag misschien juist wel een hele heftige dag kan zijn. Precies, dan zit iedereen thuis. Want dan is de familie weg. En er is bijna geen medewerkers. Nee, we willen 7 dagen per week open zijn. En vanaf wanneer is het de bedoeling dat het gaat draaien? Nou, we zijn heel eerlijk in mei begonnen. Afgelopen mei. Ja, maar het is nog maar zo klein. Het is warm draaien. Dus het moet helemaal uitgerold worden. Nou goed, alle ingrediënten zijn daar. Het enthousiasme is er. Dat is er zeker, dat weet ik wel. Maar ja, een handjevol vrijwilligers zouden we nog wel kunnen gebruiken. Dus wat dat betreft, op die camera? Ja. Vrijwilligers. Ik zou zeggen, beste kijkers, er zijn vast onder jullie heel veel mensen die best vrijwilligerswerk willen doen. Maar het misschien een beetje eng vinden van wat je kent. Dat eet je niet natuurlijk. Onbekend maakt onbemind. Dat is een hele simpele uitdrukking. Ik zou zeggen, neem contact op met Zorgcentrum Lingewaarde. Oftewel Huis van Tiel. Op alle websites kunt u de namen en adressen, telefoonnummers vinden. Er zijn ontzettend veel jobs voor vrijwilligers. En dat is persoonlijk. Maar ook een tuin omspitten, de bloemetjes bij iemand water geven. 'S morgens met het ontbijtproject helpen, tussen de middag met de warme maaltijd. Nou, er is vast wat voor u tussen. Dus ik zou zeggen, neem contact op en u hoort van mij. Nou, sorry, dat hadden we zelf niet beter kunnen doen, hè? Ik ben helemaal onder de indruk. Nou, inderdaad, applausje. Ik hoop het. Hartstikke goed gedaan. Als mensen het nu nog niet snappen, dan snappen ze het nooit. Zo simpel is het. Goed. Nou, ik neem van schrik een slokje wijn van al het gepraat. Dat is je van harte gegund, maar een 10 met een griffel voor je oproep. Karin, we gaan je hartelijk bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. En ontzettend veel succes met vrijwilligers krijgen en het Huis van Tiel. Want dat is natuurlijk een geweldig mooi initiatief. En ik hoop dat jullie nog eens langskomen als het echt helemaal... Gaan we zeker doen, want ik wil wel eens kijken hoe dat er allemaal inderdaad aan toe gaat. Bij deze afspraak. Oké, dankjewel. En Tiel aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week.
We staan hier in de straat waar Kitty Smit woont. Kitty Smit is de tante van Diane de Ridder en Diane heeft ons een brief geschreven. En zij vindt dat tante Kitty een bloemetje verdient. Tante Kitty staat altijd klaar voor haar zus en man. Want die zijn de afgelopen jaren eigenlijk in de Lappenmand terechtgekomen. Men moest op en neer gereden worden naar het ziekenhuis. Iedereen moest bij de bezoekuren aanwezig zijn. En door tante Kitty is dat allemaal mogelijk geweest. Tante Kitty zet zich dus met ziel en zaligheid in. En ja, Diane vindt dat zij daarvoor beloond moet worden met dit bloemetje. Kitty Smit, hallo. Kom je een klein stukje dichterbij. Een overval met een bloemetje. Ik kom net uit de tuin. Ik heb mijn tuinkleren aan. Geeft helemaal niks hoor. Ik ga eerst even dit bloemetje overhandigen. Dankjewel. Weet je wie dat voor jou aangevraagd heeft? Geen idee. Diane. Oh. Diane zei, als er iemand is die een keertje in de bloemetjes gezet moet worden, is het tante Kitty. Want die heeft zo vreselijk veel gedaan voor je zus en haar man. Ja. Rijden naar het ziekenhuis, er altijd zijn. Ja, dat klopt. Dat is de laatste tijd inderdaad vrij veelvuldig gebeurd. Ja, en ze schrijft zichzelf ook best wel een beetje op leeftijd. De fits niet meer. Heeft altijd keihard gewerkt en ook voor de eigen moeder gezorgd. Ja, ook. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Ja, maar die zorg zit er dus wel in. Ja, ja. 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 En het is fijn dat je dat nog voor de familie kan doen. Ja, en het wordt ontzettend op prijs gesteld. Oh, nou, dat blijkt dan, hè? Ja, ja, goed. Ja. Een prachtige brief van Diane. Ze zegt, doe dit voor tante Kitty. Oké, nou, ik zal ze bedanken. Ja, nou, heel graag gedaan. Een mooi boeket. Ja, het ziet er mooi uit, hè? Ja. Nou, geef ze een mooi plekje. Ik zal het doen. Rini. Ja? We gaan afsluiten. Nou, lijkt mij een strak plan. Ja. Het was weer een mooie aflevering, hè, met onze Engelse ster uit Tiel. Ja, Tielke van Buren. Absoluut. En een heel enthousiast verhaal van Karen van der Heijden van Zorgcentra de Betuwe. Ja, en wat deed ze een geweldige oproep. Ja, fantastisch. Ja, absoluut. Volgens mij moeten we wel eens een keer gaan vragen voor een of ander leuk programma van ons. Maar dat terzijde. Hey, dit was hem weer. We gaan eventjes proosten. Tot de volgende Tiel aan tafel. Tot volgende week.